Hoe moet ik nou beginnen? Want kijk, de zon komt van de zijk. Oké, we gaan het. Ik weet niet wat ik net allemaal lulde. In ieder geval, yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag, we gaan iets heel geks doen. Wij zijn nu onderweg naar twee verschillende supermarkten om daar wc-rollen te halen. Het plan is om een iglo te gaan bouwen van een wc-rollen. Het komt erop neer, het gaat 150 euro kosten. Dit gaat echt mijn historie in als de domste aankoop ooit. En we kunnen tenminste wel, man. We kunnen wel voor heel 2017 gaan schijten en onze kont afvegen. We moeten dus naar twee verschillende winkels. Daar gaan we allemaal de goedkoopste wc-rollen halen. Dus waarschijnlijk is het niet van die hele zijdezachte dubbele papier. Mijn moeder ging net al boodschappen doen op de fiets. Want ze wilde gewoon even naar buiten, dus ze pakte de fiets. En toen is ze al langs de winkels gegaan en heeft ze het gereserveerd. Want ja, straks zijn ze op. Niet dat iemand anders ineens zoveel wc-rollen gaat kopen. Dit wordt echt bizar. Het zijn ongeveer 500 wc-rollen. 500! Wc-rollen. Was er maar een website of zo waar je kon uitrekenen, 1 wc-rol is zoveel scheidbeurten of zo. En dan konden we uitrekenen hoeveel scheidbeurten we dan. Ik denk echt wel dat je met 500 wc-rollen een heel jaar kan doorkomen hoor. We zijn er inmiddels al bijna. Ik neem jullie weer mee op dit gekke avontuur. Wat kunnen we verwachten? Geen idee. We gaan het allemaal zien. We gaan die wc-rollen ophalen. En dan rijden we naar huis. Auto. We krijgen ze in de auto. Nou, gewoon stouwen achterin en in de achterbak. Oud en nieuw komt er ook weer aan. Laat weten in de reacties of jullie vuurwerk gaan afsteken. Doe natuurlijk een bril op. Ja, ik moet even als YouTuber zeggen, want doe voorzichtig. Bla bla bla. Jullie weten het zelf al. Ga niet dom doen. Weet je wat ik een keer heb gehad? Ik zag dat iemand een nitraatbom aan het maken was. Gewoon een bommetje. En daaromheen allemaal nitraten. En ik dacht, zwaar illegaal, weet je wel. Dat gaat echt hele harde pestklappen geven. Dus ik ging heel ver staan. En het klapte uit elkaar. En ik weet niet hoe ver ik stond. Maar het kwam gewoon bij me, al die nitraten. Toen klapte er een onder mijn poten. En toen piep. Een dikke piep in mijn oor de hele dag. Maar gelukkig is het weggegaan. Maar ja, gewoon strijden. Daarom hou ik niet zo erg van illegaal vuurwerk. Ik vind gewoon Asian Thunders, Thunder Kings, weet je wel, dat soort dingen. Dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Of gewoon grondbloemen, gewoon simpele dingetjes waar je ook gewoon lol mee kan hebben. Hoi meneer, mag ik wat vragen? Dat mag. Ik heb, het klinkt heel raar, maar 19 wc-rollen besteld. Of ik heb hier het bonnetje. Alleen ze staan in het magazijn. Maar we komen ze nu ophalen. Oh mijn god. En dat moet allemaal in deze auto. Dit zijn 19 rollen. En dit is natuurlijk nog lang niet genoeg. Mijn moeder en ik lopen door die supermarkt. En iedereen kijkt ons echt aan van... Wat gaan jullie doen? Gaan jullie met 20 man tegelijk scheiden of zo? En dan een wedstrijdje kont afvegen doen? En iedereen lachen. En iedereen zo... Haha, het is echt wijzen en alles. Nou, achterbankje plat. Nee joh. Oh, dat ik dit kan doen. Dit is toch geweldig. Dit is toch geweldig, jongens. Oh. Weet je wat er gebeurde? Mijn moeder is zo slim. Ik zet mijn camera hier neer. Hier stond net een toren. Gaat ze lopen smijten met die dingen. Dus wat er gebeurt? Mijn camera stond hierop, maar dan heel hoog. En dan valt hier op dit staal. Hier, op dit staal. Oh. En je raadt het al. Dit is een nieuwe camera. Er ging niet meer aan. Beeldscherm kapot, alles. En ineens ging die wel weer aan. En ineens doet het beeldscherm het weer wel. Geen idee wat er gebeurde met mijn camera. De beelden staan er hopelijk nog op. Maar ja, lekker gedaan, man. De winkelwaggie is leeg. En de achterbak is vol. Oké, we gaan naar de volgende winkel. En dat is op een plek waar het nog drukker is. Dus dan krijgen we waarschijnlijk nog meer rare gezichten. Maar dat vind ik juist leuk. Ik vind die reacties altijd heerlijk hoor. Kijk nou eens wie ik tegenkom, jongens. Midas van Autoslopen. Vond je het leuk? Vond je de vlog leuk? Ik vond het echt vet leuk. Ja, was leuk hè? Ja, lachen. Zeker dat hij ook nog zo op YouTube kwam. Dat vond ik ook echt heel leuk. Ja. Nou, leuk om je even tegen te komen, man. Ja. Lading 2, let's go. Laten we het gaan inladen, jongens. Hoppatee, dikke stacks wc-rollen. Mensen kijken me zo raar aan. In ieder geval, we zijn geslaagd. Kijk hoeveel we hebben, jongens. Dit is toch niet normaal. Sta ik bij de kassa aan het aftrekenen en zeg een man, ik zou bijna denken dat je diarree hebt. Ik zeg nou nog niet. Gaat hij lachen, loopt hij weg echt heel random. Daar is mijn moeder. Nou man, we zijn geslaagd, hè? Ja. Jongens en meiden, voor de duidelijkheid, ik ga niks weggooien hiervan. We gaan dit gewoon gebruiken om onze poepert af te vegen of wat dan ook. Er loopt een man die net ook al naar ons lachte. Nou moet hij weer lachen. Ja. Geweldig. Jort zag keihard lachen terwijl we gewoon in de auto zitten. Als we nou nog niet genoeg hebben, dan weet ik het ook niet meer. Dan is er echt wat mis. Want dan, ja. Of we moeten gewoon dan een kleinere iglo bouwen. Weet je wat? We gaan het allemaal zien. We gaan het gewoon proberen.
En we kijken wel wat eruit komt, wat de uitkomst is. We hebben ook geluk gehad, want de wc-rollen zijn zo goedkoop dat ik ben voor 100 euro uitgekomen in plaats van 150. Toch weer 50 euro korting. Super chill. Alleen de vraag is of we genoeg hebben, anders moeten we bijhalen. En dan is die 50 euro alsnog weg. We gaan nu lekker naar huis en die gaan we bouwen. We are home. Weet je wat ik ga doen, jongens? Ik ga even een foto in de groep sturen van mijn vriendengroep. Kijken hoe ze reageren. Oké, kijk mensen, ik heb deze foto gestuurd, deze en deze. Oké, dit is het plan. We halen het kleed weg, de tafel weg. We gaan hier een iglo bouwen. Ik zet mijn lampjes neer, want dan hebben we een lekker lichtje erbij. Pien moet in de gang. Nou mam, het is tijd om uit te laten. 1, 2, 3, 4, hoedje van papier. We hebben hier een lichtje, we hebben daar een lichtje, we hebben daar een moeder en een hond. En die stinken allebei naar stront. We hebben die tafel die daar stond, hebben we even hier neergezet. Een krukje die hier stond, hebben we ook weggezet. Maar ik zei tegen mijn moeder, waarom halen we het kleed niet gewoon weg? Nou, daarom niet. Sta je nou die hond te bereiden? Doe normaal, joh. Ja, zo zag dat eruit. Ik wilde eigenlijk het kleed weg hebben, maar mijn moeder kwam met een slimme opmerking. Als we het kleed laten liggen, dan hebben we veel meer grip. Dus als je bijvoorbeeld aanstoot, glijdt het niet allemaal gelijk om. Want onze vloer is gewoon heel glad. Pien, waarom word je zo oud, joh? Helemaal grijs overal. Oh, ik ga gelijk maar likken aan mijn plekken. Ja. De eerste lading! Hoppa! Ja! Hoi! Holy moly. Nou, laten we een iglo gaan bouwen. Wat is dat allemaal, Pien? Wat ruik je allemaal? We zijn bijna klaar. Kijk dit. Allemaal plastic, een zee aan wc-rollen. Het is veel meer dan ik dacht. Hier moeten we wel een dikke iglo van bouwen, hoor. Jullie denken nu waarschijnlijk allemaal hetzelfde als ik en ik kan het echt niet laten. Nu moeten we alles aan de kant schuiven. Zullen we daar voor alles neerschuiven? Oh, they see me rolling, they hate it. Rollen op de bank. Deze laten we op de grond liggen, dan kunnen we hier gaan bouwen. En mam, wie mag de eerste steen leggen? Oké, guys, let's do this. We're gonna build an iglo. Leg jij de eerste steen? Ik leg hem hier. Hoppatee. Oké, jongens, we gaan hem rond proberen te maken. Niet vierkant rond. Alleen het dak is natuurlijk een beetje een probleempje. Want ja, hoe maak je een dak? Dat kan gewoon niet. Dus wat we gaan doen is waarschijnlijk uitrollen. En gewoon wc-papier, weet je wel, zo eroverheen spannen. Je zit in de weg, mam. Maar ik ben aan het uitleggen. Ah, bouwen. Bouwen. Bob de Bouwer. Onderbroeken vouwer. Kampioenschappen iglo bouwen. Dit hebben we tot nu toe al. We hebben het best snel gedaan ook. Heel goed. Hij gaat helemaal prima. Oké, laten we doorgaan. Ik wil weten hoe het gaat worden. We hebben nu één bank leeg. Tweede bank is nog helemaal vol. Bij wijze van spreken zouden we gewoon nog een tweede iglo kunnen bouwen. Kijk, wat ik ga doen. Ik ga satéprikkers pakken of iets van dunne voorwerpen. Die steek ik door die dingen heen. Door die wc-rollen. En dan maak ik hier een balk. En dan kunnen we heel makkelijk het dak spannen. Doe simpel. Als je een toiletrol zo neerlegt. En zo. En je pakt een touw. Dan rijg je al die rollen. Of een plank er doorheen, dat is nog makkelijker. I'm a wizard! Ah! Het slaat echt helemaal nergens op. Kijk. Hey, de nieuwe superheld van 2016. Toilet Man! Ah! Jezus. Hey! Nou, geniaal. Hoi Don. Hey oma, met Don. Ik ben klaar met bouwen, hoor. Hey, heb je hem nu al klaar? Ja, hij is nu al klaar. Dus als jij Nova zin hebt om te komen kijken, dan... Oké, ja, anders kan het... Oké. Nou, dames en heren, dit is het geworden. Zoals je kan zien, was eerst een stoel, maar die is nu een beetje vernietigd. 560 rollen, we hebben nog wel wat over daarachter op de bank. Maar dit is er van over nog. Wat zei jij? Wat is dat?
Joop. Oh, oh, Joop. Okay. Dames en heren, ontzettend bedankt voor het kijken. Het was super grappig om een keer te doen. Wij kunnen voor een heel jaar onze reet afvegen. We kunnen nog iets anders ermee bouwen. Als jullie nog iets anders willen zien met de toiletrollen, laat het hier beneden weten. Want dan kunnen we misschien nog iets super tofs gaan doen. We hebben er 560. Dus bedenk maar iets creatiefs. En hopelijk kunnen we dat nog uitvoeren. Maar voor nu, tot de volgende video. Alsof ik 23 van die stokken heb. Nou, doe normaal.